Nikki, groep De Mos wordt in verband gebracht met stemfraude. Het is eigenlijk al de zoveelste beschuldiging aan het adres van deze Haagse politieke partij. NRC meldt deze ochtend dat ze stemmen zouden hebben geronseld en gekocht. Tenminste, dat blijkt uit een transcriptie van taps van telefoongesprekken van Erdink Akyol. Hij is een van de verdachten in een corruptieonderzoek dat nu al loopt rond groep De Mos. Die passages die zijn door NRC ingezien. Volgens de krant heeft hij in een van die telefoongesprekken toegegeven dat hij in ruil voor stemmen heeft betaald. Dat gaat dus over die Akyol, een ondernemer. Akyols broer stond overigens op de lijst voor groep De Mos. Nou, deze man zelf, Erdink Akyol, die ontkent tegenover NRC dat hij stemmen heeft gekocht. Hij noemt het één groot misverstand, maar dan in iets sterkere taal. Een andere bron meldt juist aan de krant dat Akyol 1 week voor de verkiezingen nog €150 betaalde voor 20 stempassen. Meneer Uysma, als dit verhaal klopt, hè, wat voor straffen staan er dan op? Het is sowieso strafbaar, maar even los van de straf. Je hele reputatie gaat natuurlijk naar de galamiezen. Het feit dat hierover gesproken wordt en als je al in opspraak bent, probeer dan zo laag mogelijk beneden die radar te blijven. En dus het is niet slim om nu met grote woorden te zeggen, het klopt niet? Er zijn geruchten. Je kunt het ontkennen, maar als het wel waar blijkt te zijn, dan is je reputatie natuurlijk helemaal weg.